Lieve Marjolein, je staat op 1 augustus als kwartiermaker en werd op 1 januari 2015 directeur van Werkzaam. Je weet mensen te verrassen, ook nu bij je afscheid. Nu het over jou ging, werd het opeens anders voor jou. En dat is heel logisch, want opeens staat niet het werk wat je doet centraal, maar jezelf als persoon. Het is fijn om te weten dat je met je vertrek nog niet klaar bent om de wereld mooier te kleuren. Je gaat hoe dan ook op verschillende plekken van toegevoegde waarde zijn. Maar bovenal wensen we je, samen met Aad, de kinderen, kleinkinderen en je familie, die ontzettend trots op je zijn, alle goeds toe. Je hebt ons hoogstaand geïnspireerd. Dank daarvoor. Ik ga er 2 periodes eruit halen. De coronaperiode. Hoe was dat? Bijzonder. Wat me het allereerste is bijgebleven is dat heel veel kwetsbare mensen moesten toen thuis blijven. Dus ook medewerkers van Werkzaam. Terwijl de opdrachten juist verdubbelden. Wij doen heel veel verpakken voor een voedselketen. En daar kwamen juist weer extra aanvragen voor. Toen moest ik een keuze maken. Ga ik het werk afstoten? En dan ben ik het misschien voor altijd kwijt voor de medewerkers. Of gaan we het zelf doen? En we hebben voor het laatste gekozen en er gewoon teambuildingsactiviteiten van gemaakt. Van iedere ambtenaar moest verplicht een dagdeel verpakken. En ja, dat heeft ook weer heel veel sfeer met zich meegebracht. Van elkaar beter leren kennen. De TOZO-regeling die we natuurlijk opgetuigd hebben in een hele korte tijd. Ja, dat zijn... Wat ik ook geweldig vond is dat je op een gegeven moment die afstand moest houden. Van 1,5 meter. En dat was bij onze medewerkers best wel lastig om dat steeds goed toe te lichten. Dus uiteindelijk lukte het maar niet. En toen heb ik gezegd, iedereen krijgt een halve dag vrij. Want dan heb je minder mensen in huis. En toen bleek uiteindelijk dat mensen zo gemotiveerd waren om harder te werken. Dat de productie eigenlijk daar nauwelijks onder leed. En dat vond ik gewoon zo geweldig. Dat je, dan geef je de ruimte. En dan zie je dat het toch nog goed komt. Dus Vanuit de TOZO-regelingen en hoe actief jullie er waren en ook misschien wel zelf wel succesvol daarin. Ook richting de nominatie voor de overheid bedrijven of overheid awards. Ja. Is voor mij ook wel een kerst geweest op dat werkzaamheden. Zeker, dat was echt een enorme verrassing toen we genomineerd werden. En onze communicatieadviseur Wendy, die heeft toen een prachtige inzending gemaakt met een hele creatieve layout. Dus toen kwamen we door de eerste selectie en toen bij de halve finale en uiteindelijk in de finale. Ja, het was gewoon een fantastische ervaring die mensen ook met trots heeft vervuld. En ons ook, hè? Want wat ik het meest fijn daaraan vond is dat wij genoemd zijn door de jury als een ondernemende overheid. En ik denk dat dat juist zo belangrijk is, ook voor de regio. Dat ze gewoon weten, je bent niet alleen een starre overheid, hè? Ik wil niet zeggen dat iedere overheid zo is, maar dat is toch vaak het beeld. Maar dat we echt gezien worden als een ondernemer. En daar ben ik het meest trots op. Ja. Denk je dat ook voor jezelf, dat je anders bent gaan kijken naar je organisatie, misschien ook wel naar jezelf en het meer ondernemend hebt aangepakt? Ja, ik denk dat ik het altijd wel enigszins ondernemend heb aangepakt. Ik moest zelf in mijn beginperiode erg wennen aan het politieke spel, want dat was ik nog niet gewend. Maar het ondernemersbloed zit er wel een beetje in. En ik denk toch die combinatie van... ik heb een passie voor de publieke dienstverlening. Maar ook voor ondernemen. En juist die combinatie, die maakt het denk ik wel heel erg leuk. Ja. Voor mij in ieder geval. Je hebt ook heel veel columns mogen schrijven. Ja. Ook onder, voor West-Friesland in Bedrijf. Ik kreeg ook veel reacties door dat je toch misschien een soort van rolmodel bent. Doe je iets bijzonders in het bestuurs- of in de directiewereld? Ik weet het niet. Ik denk dat ik vooral mezelf ben. Misschien is dat bijzonder. Ik durf dingen te zeggen. Dat is misschien ook bijzonder. Ik durf ook lastig te zijn. En misschien wel eens heel erg lastig. Dat ze denken, die zeurpiet wel. Maar je hebt maar 1 keer een kans om iets goed te doen. En als je dan niet je commentaar geeft van wat je ergens van vindt, dan gaat het misschien niet goed. Dus dan ben ik liever die zeurpiet of die iemand die altijd overal ergens iets van vindt, dan dat iets niet goed zou gaan. En uiteindelijk, weet je, ik ben gek van mensen, ik hecht heel erg aan mensen, maar tegelijkertijd ben ik ook niet bang om tegen mensen dingen te zeggen die ze misschien liever niet zouden horen, maar die wel gezegd moeten worden. Dus dat is een beetje wie ik ben. Je een bijzondere functie bekleed als vrouw, is het een mannenwereld?
Ja, nog steeds wel. De meeste directeuren van sociale ontwikkelbedrijven zijn nog man. Er zijn wel meer vrouwen, ik ben zeker niet de enige. Maar er zijn er nog te weinig, ja. Wat zou je tegen die vrouwen willen zeggen die misschien dat stapje naar boven moeten gaan, kunnen gaan pakken? Ja, ik denk, dat zeg ik tegen alle medewerkers, hè, ook binnen werkzaam, weet je, doe het gewoon. Want je kunt het proberen, je moet je grenzen opzoeken. En als je denkt, het is net even boven mijn grens, ja, dan moet je wel de eerlijkheid hebben om ook weer dat stapje terug te zetten. En ik denk dat dat een probleem is in Nederland of overal. Dat als mensen een keer een stapje zetten en ze zijn gewend aan een hoger salaris of meer verantwoordelijkheid, maar het eigenlijk niet aankunnen, dan vinden ze het te moeilijk om dat stapje weer terug te doen. En je moet ook bereid zijn soms om te weten, ja, dit zijn mijn grenzen en meer kan gewoon niet. Dus, nou ja, dat is moeilijk. Tot slot, waar ben je het meest trots op? Ja, ik denk gewoon op alle medewerkers ben ik het meest trots. En alle medewerkers, de staf, hè, die echt met hele lastige situaties te maken hebben. Complexe doelgroep, complexe problematiek. Dat gaat je af en toe niet in je koude kleren zitten. Maar ook de mensen met een beperking of mensen die echt veel moeten overwinnen. Die een stuk motivatie hebben en een stuk, ja, arbeidsethos en arbeidsvreugde. En eigenlijk die combinatie wat je ziet bij mensen. Dus de ene groep die echt van, ik zet door in mijn werk. Want ik wil juist die cliënten geven wat ze nodig hebben. En verder ontwikkelen. En die andere groep die zegt, maar als ik die kans krijg, dan pak ik hem ook. Ik ben gewoon trots op mensen. Ja. Dat wordt donderdag dan een heel moeilijk en zwaar afscheid. Ja. Ja, donderdag is het afscheid van alle medewerkers. En dat wordt dan een feest. En ja, ik vond dit al ongelooflijk. Echt zoveel belangstelling, zoveel mooie woorden. Ja, heel bijzonder. Absoluut heel bijzonder. Dus het donderdag denk ik nog veel geknuffeld moeten worden. Ik denk het wel, ja. Ja. Ook mooi. Ja, absoluut. Ja, ja. Heel goed. Ik hou gewoon ontzettend van alle mensen. En ik ga ze ontzettend missen. Maar ja, dat hoort gewoon bij op een gegeven moment. Hè? Dat is nu tijd voor andere dingen. Ja.